Hallo, ik ga laten zien hoe je in Processing de les Width & Height doet voor de Dojo cursus. Op de website van de Dojo klik je op Processing. Dit brengt je naar de lessen en wij gaan les 3 doen, Width & Height. Width & Height leer je in deze les hoe handig die zijn. Width is Engels voor breedte en height is Engels voor hoogte. We beginnen met een stukje code waarin we het scherm 256 pixels breed maken en 256 pixels hoog. Dan zetten we een ellips, 128, dat is de helft hiervan, naar rechts, 128, dat is de helft hiervan, omlaag, 256 breed en 256 hoog. Hoe zou dat eruit zien? Dat is opdracht 1. Typ bovenstaande code over en run deze. Nou, ik copy-paste dat. \btab. Hoppa, daar staat processing al op. Dit window kan weg. Deze kan groot. Hier is de code. En ik run dat. Nou, wat ik zie is een cirkel die net zo breed is als het scherm. Kijk, want het scherm is 256 pixels breed. En de cirkel is 256 pixels breed. Hij is net zo hoog als het scherm. En hij staat in het midden. De x-coördinaat is ongeveer hier, halverwege. De helft van 256 is 128. De y-coördinaat is hier, dus de cirkel vanuit het midden getekend met de breedte en de hoogte van het scherm. Terug naar de opdracht. We moeten het venster nu 128 bij 128 pixels klein maken. En die cirkel moet even mooi worden. Die moet netjes in het midden komen. Nou, het eerste wat ik dan ga doen is het scherm kleiner maken. Dus ik maak hem 128 breed, 128 hoog. Als ik hem nu run, is niet goed. Kijk maar. Hij tekent de cirkel met het middelpunt van 128 pixels naar rechts en 128 pixels omlaag. Dat is daar. En dan is de cirkel ook veel te groot. Dus wat ik ga doen is, ik ga eerst de x-coördinaat niet op 128 zetten, maar op 64, dat is de helft daarvan. Als ik nu even kijk, dan zien we al dat het middelpunt van de cirkel al goed is. Ja, dat is moeilijk te zien. Maar let op, ik ga nu namelijk ook de y-coördinaat in het midden zetten. Nu zien we helemaal niks meer. Dat komt omdat de cirkel groter is dan het hele venster. Maar ik ga nu het cirkel 128 pixels breed maken. Dan zie je al dat de cirkel in het midden staat, of ovaal is het nu. Alleen hij is nu nog te hoog. Dat klopt, hij is 256 pixels hoog, terwijl het scherm 128 pixels hoog is. Als ik hier dan 128 van maak, dan zien we dat de cirkel mooi in het midden zit. Hij staat namelijk 64 naar rechts, 64 naar onder. Is 128 breed en 128 hoog. Waarom leggen we dit uit? Omdat we hebben in ons hoofd allemaal sommetjes gedaan. We hebben namelijk, dit is de code van net, we hebben net een scherm gemaakt van 128 breed en 128 hoog. Om hem in het midden te zetten hebben we de helft van de breedte gepakt. De y-coördinaat is de helft van de hoogte. De cirkel was net zo breed als de breedte van het scherm. En net zo hoog als de hoogte van het scherm. We hebben in ons hoofd gerekend, maar computers zijn er veel beter in. In plaats van breedte kunnen we width pakken. En in plaats van hoogte, height. We gaan nu in opdracht 3... dezelfde ellips tekenen, alleen pakken we in plaats van 64 width gedeeld door 2. Dit schuine streepje betekent gedeeld door. In een breuk zie je ook deze deelstreep. Dat gaan we eens doen. Width gedeeld door 2. Je kunt ook zien dat hij een ander kleurtje krijgt. Nou, 64 is de hoogte gedeeld door 2. 128 is de width, de breedte van het scherm. En dat is de height van het scherm.
De cirkel is precies hetzelfde, maar het verschil is nu wel dat het is berekend waar die zit. Als ik nu mijn window groter of kleiner maak, zal de cirkel mee groter worden. De cirkel zal altijd in het midden komen met de breedte en de hoogte van het venster. In opdracht 4, oh, dat zal ik wel even laten zien. Als ik mijn venster nu bijvoorbeeld, laat zeggen 500 bij 500 maak, dan zul je zien dat die nog steeds netjes in het midden komt. Zeg nog, maak hem 500 bij 800. Dan, ook dan, blijft hij mooi getekend. Ja, dus wat ik nu ook doe voor scherm, hij doet het altijd mooi. Mooi. In opdracht 4 moeten we het middelpunt van de cirkel op de coördinaat 0,0 zetten. Een coördinaat is een plek op het scherm. En coördinaat 0,0 betekent dat het middelpunt van de cirkel 0 pixels naar rechts is en 0 pixels omlaag. Als ik naar de regel van een ellips kijk, moeten 4 dingen in. 1 ding. 2 ding, zit er komma's tussen. 3 ding, 4 ding. Het eerste getal is de x-coördinaat, of hoeveel die naar rechts is. Dat moet een 0 worden van de opdracht. Het tweede ding is de y-coördinaat, oftewel hoeveel die naar onder is. Moet 0 worden. Dan heb ik hem nu, is het middelpunt op 0,0. En heb ik de opdracht gedaan. Volgende. Maak een tweede cirkel die als middelpunt de rechterbovenhoek heeft. Gebruik width en of height. Nou, dan heb ik een tweede cirkel nodig. Ik kopieer deze. En hij moet in de rechterbovenhoek komen. Dit is hoeveel die naar rechts is. En dit is hoeveel die naar onder is. De rechterbovenhoek is een hoog getal hier. En die moet 0 blijven, want hij moet bovenaan, hij moet 0 omlaag. Nou, dat hoge getal is de breedte van het scherm. Ik kan hier 128 invullen. Dat is namelijk hoe breed het scherm is, dus hoeveel die maximaal naar rechts kan. Maar veel slimmer is om te zeggen width. Dan vult hij daar zelf 128 in. Hoppa, gelukt. Opdracht 6 is nu moeten naar de linkeronderhoek. Gebruik weer width of height. De linkeronderhoek die is 0 naar rechts en height omlaag. Nou, de eindopdracht heb je nog 2 cirkels nodig. 1 cirkel die in de rechteronderhoek komt en 1 cirkel die in het midden komt. Deze cirkel is half zo breed als het scherm en half zo hoog als het scherm. Daar heb je een deelstreep voor nodig. Ook moet het venster 300 pixels breed zijn en 200 pixels hoog. Dat doe je met size. Heel veel succes ermee.